dat was een van de dingen waar ik het trots op ben. Dat dat echt zo een eerste ding is. Ja, dat dat echt iets bijzonders is voor België. Dat zegt ook van hoe moeilijk het is om meer te geraken. Mijn eerste indruk was wel ook zo stress. Er waren dan mensen met COVID en die werden dan uitgehaald. En iedereen had stress om besmet te worden. Dus de sfeer zat er niet echt in. Ikzelf trok me daar niet te veel aan. Hè, want ja, dat heeft ook geen zin. Je bent daar dan. En dan was het ook wel heel leuk om in dat dorp rond te lopen. En er was toch van alles. Het was echt een geweldig stadion. Maar ook het ijs was geweldig. En dat was ook van de eerste dag dat we daar schaatsten. Dat was gewoon echt super leuk om daar te zijn. Dat is wel bijzonder, daar in de finale staan waar iedereen in de beste vorm is en alle goeie er zijn. Ik had ook niet bepaald superveel meer stress of zo als daarvoor. Ik had gewoon zin om te schaatsen omdat schaatsen zelf heel goed ging. Ik was vooral ontevreden van hoe dat ik de rit had gedaan in eerste instantie. Want ik vond het niet leuk dat het op die manier was. Ik wist dat ik meer kon. Op een betere manier gewoon. Dus ja, dat vond ik niet leuk. Maar ja, je hebt natuurlijk wel een Olympische medaille. En op een bepaald moment vergeet je dat ook weer op de manier waarop. Ja, dat was heel leuk, want de teamgenoten stonden daar dan allemaal en dat was ja, heel leuk om die daar dan te zien. Dat was een van de dingen waar ik het trots op ben, dat dat echt zo een eerste ding is. Ja, dat dat echt iets bijzonders is voor België. Dat zegt ook van hoe moeilijk het is om meer te geraken. Ik heb het idee dat shirttrack nu wel een beetje een sport is in België. En dat vind ik echt heel leuk om te zien en ik hoop dat dat ook nog meer is. En ik denk, ja, met hoe dat we, Stijn en ik nu aan het presteren zijn, dat dat ook wel zo gaat gaan. En ook het team is het heel goed aan het doen. Dus ja, we zijn gewoon op weg om echt een schaatsland te zijn. En dat vind ik echt heel leuk.